Turnhout was enkele jaren geleden de eerste stad die alle nummerplaten liet registreren van voertuigen die het grondgebied in of uitrijden. Het systeem bleek zo succesvol dat ook Mechelen zich liet inspireren om 22 camera's aan te kopen. Een aantal daarvan staat aan de in- en uitvalswegen van de stad. Met het systeem wil de politie onder meer zicht krijgen op rondtrekkende dievenbendes. Maar de camera's hebben sinds hun ingebruikname in september al veel meer misdaden helpen oplossen. 66 om precies te zijn. Ik geef u een voorbeeld, een geval van een doodslag waarbij een mogelijke dader formeel omkende dat hij in de buurt was. Wel, op basis van de ANPR-camera's hebben we kunnen aantonen dat hij wel degelijk in Mechelen was op het moment dat die moordaanslag is gepleegd. Tweede voorbeeld, het verhaal van die anonieme wagen die jonge dames in de Ruppelstreek achtervolgde, mogelijke ontvoering, verdachte handelingen. Wel, dankzij de ANPR-camera's hebben we die wagen, hebben we de betrokken persoon kunnen intercepteren. De camera's registreerden ook meer dan 200 gestolen auto's. Een handvol daarvan konden intussen worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars. Niet alle camera's staan op vaste locaties. De politie heeft er ook een aantal geïnstalleerd op voertuigen. Binnenkort zal het systeem worden uitgebreid naar anonieme wagens. Vandaag de dag zijn deze camera's al veel kleiner, veel compacter en kunnen zij dus ook anoniem aangebracht worden in een anonieme politiewagen om op die manier nog efficiënter te kunnen optreden tegen criminaliteit in onze stad. De politie bespreekt intussen met een aantal buurgemeenten hoe ze de gegevens van de cameraregistratie ook aan de andere politiezones kan overmaken.